Hans Helms, directeur van Bonenkamp. Klopt. We hebben 10 dilemma's voor u. Kijk dan. 10 lastige beursdilemma's die u mag beantwoorden met waar of niet waar. We zullen u een klein beetje matsen. We hebben een joker voor u. En daar kan u de eentje mee overslaan. Oké. Okay. En naderhand mag u er trouwens op eentje terugkomen. Als u iets wilt toelichten of... Helemaal goed. De eerste. Er zit nergens zoveel kennis over banden als bij ons. Klopt. Het is waar of niet waar? Ja, ja. Er bestaan geen slechte landbouwbanden meer. Waar? VF-banden zijn overschat. Is niet waar. Elke boer moet op zijn trekker een luchtdrukwisselsysteem hebben. Zeker, waar. Rupsen zijn voor de bodemdruk nog altijd beter dan VF-banden. Die ook. Akkerbouwers maken op het gebied van banden verkeerde keuzes. Niet waar. Banden zijn te duur geworden. Niet waar. Ik ga om mijn werk op een BKT-fiets. Niet waar. Luchtloze banden zijn de toekomst voor de landbouw. Niet waar. Landbouwrobots zijn goed voor de bodem, maar slecht voor mijn portemonnee. Niet waar. Dit waren ze. Is er eentje waarop u terug wilt komen? Op de rubber tracks. Het verschil. Ik denk dat dat moeilijk te beantwoorden is. Dat is echt afhankelijk van de bodemgesteldheid, de inzet van de machines. Ik denk zeker dat in sommige gevallen de rubber tracks beter zijn als de banden, als luchtbanden. Maar het is zeker niet slechter of beter. Nee, absoluut niet. Nee. En luchtloze banden, dat gaat niet worden, begrijp ik wel. Nee, dat gaat niet worden. Waarom niet? Die techniek is nog niet zo doorontwikkeld op dit moment. En wij denken toch dat lucht met de variabele druk met rubber veel meer mogelijkheden biedt als drukloos. Absoluut, ja. Ja. Viel het mee, de vragen? Ik vond ze wel pittig. Toch wel. Ja, absoluut. En de joker ingezet? Ja, één keer hè, bij de tracks. Dus nee, verrassend. Leuk om te doen. En, nou, je ziet wel dat banden een ondergeschoven kindje is vaak. Hè. Dat was ook een vraag. Voor jullie, maar de goede akkerbouwers zijn er heel duidelijk mee bezig. Vorige week hadden we ook een bandenthemadag in de polder. En dan zie je toch wel duidelijk dat daar de mannen precies weten waar ze het over hebben. Dus dat is wel een gunstige ontwikkeling. Ook de media, zoals jullie, besteden de laatste jaren veel meer aandacht aan banden. Ja, dat is gewoon, dat heeft ook wel meegedragen aan de bandenbewustzijn. En we merken dat duidelijk in de verkoop, absoluut. Ja. Dank voor uw tijd. Ja, graag gedaan en succes. Dank u. Absoluut.